beste mensen, het ministerie van Volksgezondheid wil de kwaliteit van de zorg voor de patiënten met een chronische ziekte sterk gaan verbeteren door het introduceren van het HARTS-model bij de huisartsen. Door dit model wordt het ministerie de zorg voor deze groep mensen gaan reorganiseren, standaardiseren. Dat wil zeggen, wie u ook bent, waar u ook bent, u moet dezelfde behandeling krijgen als u bekend bent met een chronische ziekte. Hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en vaatziekten zijn die chronische ziekten die we NCD's noemen, niet overdraagbare aandoeningen. Salanti wandu. Dus lanti desmasabi hebrudu, sukrusiki ati, siki, angadesot sandati. Sabe kar chronische ziekten. U sabi tak fude sikiris na bijna heel libi langa, jabif gadatra. Voor controle, voor behandeling. De sikirisi ap tu lanti wan paka sikiris aan door fuchawa model kong bij de huisartsen, de maikaring a HARTS model. U sabi, we weten allemaal dat chronische ziekten echt heel veel effecten hebben. Ze hebben effecten op de patiënt. Een patiënt na een hebrudo sukrusiki saib sang een patiënt. Een patiënt kan kiezen hartaanval. Een patiënt kan kiezen van beroerte, nieren neurokobung. Dus de effecten dat de patiënt schreef. Maar de effecten dat die tewans abi de familie, suma gezinsleden krijgen, hebben ook wat worden ook belast als het ware. Want denk eraan, denk je boem. Tewans suma fi abi kies van beroerte. Sana sorgu. Je sap om een sorgu ego gepaard aan mijn longo, controle, showas, machago, sukuftransport. Ook toen even kies van hartaanval. Dus de sikirisie belast aan de patiënt alleen, maar ook hij belast gezinsleden. Verder, de sikirisie kost de overheid landt heel veel geld. Dat u sabi, heel veel geld kost de overheid. Plus, de suma ook to je familie moest paisolis money. In transport, in transporteras ma go dialiseer. In transporteras ma tupa draigua asset. Of wan atoso kom tak en zo. Het kost heel veel. En vooral tino de verzekerd. Vandaar, alanti taki no. Wabif pak de sikiris aan. Wabif pak de sikiris aan. En de wan introduceren a HARTS model in Suriname. Saupsa. Sana HARTS eigenlijk. HARTS, a model die si. Dit model wordt toegepast in vele landen. In een regio voor UNO, een sarnang oude 23 seconden. Maar in India de mij passen toe, in Afrika de mij passen model dit toe, en de mij ziet de effecten van een boom. Zijn ze naar HARTS eigenlijk? HARTS, nou eigenlijk, HARTS nou een heel pakket. Het is een pakket van maatregelen. Aha, nou de mij karing healthy lifestyle. Dus dat betekent gezond levensstijl. Dus we konsen die drapen toe. De smaak op tegen je ook dat bij HARTS is, dat je moet kijken naar een gezond levensstelsel. Wat tak aan je toe? A, dat is voor evidence-based. Evidence betekent dat standaardisatie, lik van mij takkie, wie speel je de, wie zit wat ida kwamala samutu, ida mungo, ida nikeri, wie speel je de, in kisa zelf de behandeling. Standaard behandeling, je kiezen. En dat na E eigenlijk. A, dat want dat je ook aan access to medicines. Dat want dat je moet aan toegang lanti moet we hebben tak mooi wat introduceren aan San Insana, maar de dressie moet de beschikbaar toe. En daarom wat San Lanti het doen ook, San Ministerie van Volksgezondheid het doen ook, de mij tak aan de verzekeringsmaatschappij. De mij tak aan de importeurs. Dat de dressie is moest de, voor die hartsmiddel, de dressie is moest de altijd ter beschikking. AR, de mij tak na risico gebaseerde aanpak. Dat want dat je uno luku no mo efia bi hebru do luku ku trasani. Je jere fu fatu toch? Hoog, cholesterol is hoog. We gaan al die soort toestanden ook aanpakken. En a te na wat team base. Ano ad dat trawa luku yu. A huisarts a oso dat trafi de huisarts. Niet alleen de huisarts, maar ook verpleegkundigen. Als we een team en als de van de verpleegkundige worden opgeleid, getraind, like diëtist, de man kan trainen, man, fysiotherapie, firebeweeg, zijn miang, zijn no miang. Dus ook toe de fysiotherapeuten, de diëtisten, hoe elkaar komt in een heer team. Dus dat naar heer team. En naar S, naar systems for monitoring. Natuurlijk, dat want dat we moeten kijken hoe het systeem werkt. Heeft het effecten? Dus wat monitoren het systeem? Dat naar heer pakket voor HARTS.
Zelfs dan ook, hoe die bezig in een voorbereidende fase om een workshop te horen, bakken de schermen, kan de overheid algemene people nou hier vast aan. Daarom moet je daar wel op risico. Wat gaat er gebeuren? We gaan starten met 2 RGD-polies. Dat na Geiersvliet aan Lelydorp en 2 polies van de medische zending. Dat na Powaka aan Brownsweg. Nou, met dat ik bij een voorbereidende fase. En zou je verwachten dat een model die we verwachten dat op langere duur de effecten van bij elkaar kon eerder, op langere duur de beroerte erop, hartaanval erop, sterfte erop. Hart- en vaatziekten. Dus dat verwachten we op langere termijn. Samuel Tegunu, als laatste, koroko samen. Niet alleen de gezondheidswerkers, alle gezondheidswerkers samen met jou, de patiënt, koroko samen met een model die slaag. En dan over een aantal jaren, hoe kan dat hier? We hebben gezonde mensen in gezonde gemeenschappen in Suriname. Many thanks.